De agent die deze waterstraal afvuurde, wordt vervolgd. Het gebeurde allemaal tijdens de avondklokrellen in Eindhoven, eind januari vorig jaar. Op het 18 septemberplein ging het helemaal mis toen een grote groep railschoppers de confrontatie zocht met de politie. Een waterkanon werd ingezet om railschoppers op afstand te houden. Dat zagen ook het slachtoffer en haar vriend, die de rellen naar eigen zeggen aan het filmen waren. Zij zit hier op de fietsenstalling en gaat ondanks de oproep van de politie niet weg, maar springt van de fietsenstalling en loopt mee met het waterkanon. Via de grond worden de twee al behoorlijk nat, maar als dan die ene straal niet de grond, maar de vrouw raakt, gaat het mis. De vrouw raakte gewond aan haar hoofd. Ze had een schedelbreuk en ging bloedend van deze plek weg. Deze beelden gingen de hele wereld over. Het OM gaat de agenten die spoot nu vervolgen voor mishandeling tot onvrede van de politiebond. Wij balen hier natuurlijk meteen van en we balen hier ook als stekker van. De collega die gaat daar naartoe en ik heb die dag zelf heel veel collega's gesproken die daar gewerkt hebben. En eigenlijk de rode draad die ik heb gehoord in het verhaal van die collega's was dat het gewoon echt complete chaos was. Volgens de bond heeft alle negatieve aandacht invloed op agenten in het veld. Dat zorgt er wel voor dat steeds meer politiemensen veel meer bezig zijn met de wijze waarop ze optreden. En dat komt dus niet altijd het optreden ten goede. Want een politieman of vrouw moet ook een veilige werkomgeving hebben. Hè? Maar volgens politiedeskundige Jaap Timmer valt die invloed mee. Geen enkele vervolging of veroordeling van een agent in de afgelopen 40, 50 jaar heeft aantoonbaar een dempend effect gehad op het geweldgebruik van de politie. Bovendien is de straal alleen voor groepen bedoeld, zegt de deskundige, niet voor één persoon. Dat is bedoeld om een soort regen te maken, om demonstranten, railschoppers, vooral te verspreiden. En dus een directe harde straal op een persoon of op een groep, dat is helemaal niet de bedoeling. Indirect kan dat wel via de straat. Het is overigens ook historisch gezien volgens mij uniek dat dit is gebeurd. Ik kan mij geen situatie herinneren waarin eerder met zo'n harde straal een persoon is geraakt in Nederland. Want het is echt niet de bedoeling. Dus in dat opzicht kun je zeggen, dit geweldgebruik op deze manier is niet professioneel. Het slachtoffer en ook haar advocaat wilden vandaag niet voor camera reageren. Maar de raadvrouw laat wel weten dat ze blij is dat het OM de agenten gaat vervolgen. Maar ze vinden mishandeling te licht. Het zou gaan om poging tot doodslag, waarop zwaardere straffen staan. Wanneer daar rechtszaak is, dat is nog niet bekend.